ben hier vandaag in Oldebroek bij IJslander, producent van speeltoestellen. En ik heb vandaag een afspraak met John om eens een kijkje te nemen bij dit bedrijf. Hoi, welkom bij IJslander. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, we doen vandaag een rondleiding. Je had gevraagd om even langs te komen. Dus nou ja, welkom. Ja, ik was erg benieuwd naar wat IJslander eigenlijk voor een bedrijf is. Ja, zoals je ziet, een roestvrijstalen glijbaan. Wij maken echt fantastische speel- en sporttoestellen. We fabriceren dat in een fabriek hier in Oldebroek. Ja, en plaatsen dat in Nederland, maar ook in het buitenland, Frankrijk, Duitsland en dergelijke. Ja, iets om trots op te zijn. Wat voor type speeltoestellen maken jullie eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk heel breed. Kijk, de speeltuin en de sportplek voor in de buurt. Van de WIP tot de kabelbaan tot een hoge speeltoren. Maar ook een sportplek waarin je kunt calisthenics kunt uitoefenen. Of een heel groot sportveld waar je kunt voetballen of volleyballen. Ja, noem het maar op. Al die elementen produceren we hier in Nederland. En plaatsen we samen met gemeentes in de openbare ruimte. En dat doen jullie allemaal hier? Jullie produceren, ontwerpen? Ja, produceren, ontwerpen. Vanuit hier in Oldebroek. En met de hulp van heel veel toeleveringsbedrijven ook in Nederland. Proberen we die toestellen zo efficiënter en zo goed mogelijk te maken. Dat is gaaf. En ik heb gehoord dat jullie ook gebruik maken van een CO2 prestatieladder. Ja, we zijn sinds eind vorig jaar niveau 5 gecertificeerd. En dat betekent eigenlijk dat we niveau 3 gaat. Kijk naar je eigen organisatie, wat je doet met CO2. Denk bijvoorbeeld aan van elektriciteit, zonnepanelen. Moeten we elektrische auto's gaan aanschaffen? En niveau 5 gaat zelfs nog verder, daar zijn we voor gecertificeerd. Dan kijken we zelfs in de keten. Dus wat doen onze toeleveranciers met CO2? Dus vorig jaar hebben we aanzienlijk CO2 weten te reduceren met de fundatievoeten die wij normaal gebruiken in sportvelden. En eigenlijk zegt die CO2-prestatieladder, ja, je moet je continu gaan verbeteren elk jaar. Wat maakt Click & Play dan zo duurzaam of circulair? Ja, wat leuk is aan Click & Play is dat wij gebruiken het materiaalsoort RVS. Nou, daar hebben jullie net al over gesproken. Dat is super duurzaam. En waarom dit nou juist zo circulair is omdat we mee willen groeien met de wijk. Dus wij zetten de grondpotten op een locatie neer waar de klant dat wil. Wij zetten er bijvoorbeeld in dit geval een vogelnestschommel neer met RVS-staanders. En ja, als ze dan denken van over 5 jaar of over 10 jaar of misschien wel over 2 jaar van ja, de buurt gebruikt het niet meer, want ze zijn doorgegroeid met andere levenscategorieën. Kunnen wij het toestel weer terugnemen? Wij maken er dan of iets anders van, of wij gaan het weer doorzetten naar een andere klant. Zodat het gewoon, ja, het materiaal soort eigenlijk in de lucht blijft bestaan. En de klant of de gebruiker die kan dan genieten van een nieuw speeltoestel. Op de grondpotten dus. Oké. En wat zijn dan de afwegingen voor jullie als bedrijf, maar misschien ook voor klanten om te kiezen voor zo'n concept? Nou, het voordeel hiermee is dat je enorm circulair te werk gaat, omdat je niet vastzit aan één bepaald toestel. Vaak staan toestellen in de grond voor een bepaald leeftijdsjaar, bijvoorbeeld 15 jaar. En bij ons is het dus zo van ja, als je denkt we willen het niet meer, we willen even wat anders, klik hem eruit en dan zetten we er wat nieuws neer. Dus, ja, dat is dus eigenlijk zowel voor de klant is het financieel aantrekkelijk. Ja. En vanuit een andere perspectief kunnen jullie als bedrijf meer circulair omgaan met jullie producten. Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb je heel mooi gezegd. Dat klopt. En welke uitdagingen zijn jullie nou eigenlijk tegengekomen bij het opzetten van dit concept? De uitdaging voor ons is dat we nog meer toestellen mogen gaan produceren om ervoor te zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt voor de klant en ook interessanter is om de grondpotten aan te schaffen. Zodat we nog circulairder kunnen worden met z'n allen. Ik denk dat wij daar wel een slag mee kunnen slaan als we meer toestellen op de markt kunnen zetten. En stel dat het dan niet past of niet op die manier hergebruikt kan worden, wat gebeurt er dan? Ja, wat daar leuk aan is dat wij de materialen dus sowieso kunnen terugnemen. Wij gaan het dan herbruiken op een andere manier. Dus we maken er bijvoorbeeld stappalen van of we het gebruiken voor andere staanders. Dus het materiaal zo blijft dat in de lucht en we gaan er circulair mee om door er telkens of iets anders van te maken of het schoon te maken en het herbruiken voor een andere locatie.